bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag gaan wij proberen niet boos te worden in Brawl Stars. Ik heb 3 levens en als ik die levens verpest, ja, dan heb ik verloren. Laat even weten in de comments of jij hebt gewonnen. Dan moet je de hele video kijken. En als je boos bent geworden, dan moet je het even laten weten in de comments. Ik ga dus in het perspectief kijken van de persoon die doodgaat. Dus ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik doe gewoon alsof ik de persoon ben die doodgaat. Dan moet ik proberen niet boos te worden. Dus heb je hier nog zin in? Smash dan zeker even je blauw duimpje omhoog. En abonneer ook op mijn kanaal. En ik geef elke dag in Brawl Stars €10 aan edelstenen weg. Het enige wat jij ervoor even moet doen is mij volgen op Instagram. Mijn Instagram staat in de beschrijving. En dan gaan we beginnen met reageren op de momenten. En hopelijk word ik niet boos. Ik ben heel benieuwd. Daar zitten we dan bij de eerste clip. En we hebben een Bibi. En we hebben een Rosa. En ik zou denken dat die Bibi gaat winnen. Want die is best wel sterk. Ja, Bibi gaat een klap uit. Oh nee! Die Rosa wordt naar achter geboost. En die valt dan precies in een sniperkogel. Kijk, ik zou daar normaal op best wel boos worden. Maar ik ben tot nu toe nog niet echt boos geworden. Oh nee. Oh nee. Wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Huh? Huh? Wat gebeurt hier? Oké. Oh nee. Oké. Ik denk dat ik 1 keer boos ben geworden. Ik zou echt heel boos worden. Als een teammate ervoor zou zorgen dat ik niet zou scoren. Oh my god. Wat gebeurde daar nou? Wow. Dat ging maar echt even te snel. Ik heb geen idee wat daar gebeurde. Oké. El Primo. El Primo. El Primo. Wat is die El Primo? Oh. Die El Primo kan gewoon rustig doorlopen. Iedereen is het... Nee. Oh mijn god, de bal blijft op de lijn liggen. Oké, ik denk dat ik 2 keer boos ben geworden. En het is net begonnen. Ik mag niet meer boos worden. Oh, wat zou ik daar gek worden. Oké, Jean. Er zit een El Primo achter hem aan. Echt, er zitten zoveel mensen achter hem aan. Oh my god. Hij wil natuurlijk die El Primo damage en de damage die beer. Oké, ik weet allemaal niet wat daar gebeurde. We hebben aan Rico. En Rico, die is gewoon uitschieten. Tegen 2 best wel sterke mensen. Gaat Rico dit winnen? Oké, de eerste boel is dood. Dan de tweede boel. Oh, iedereen... Oké, Jesse, niet boos worden. Ik zou hier wel boos worden, maar ik ga nu niet boos worden. Letterlijk, iedereen die pakt telkens zijn krachtcubus af. Maar hey, uiteindelijk heeft hij alsnog gewonnen. Dus eigenlijk is het niet heel erg. Oké, we hebben hier een Mortis. Nog 1 seconde. Nog 1 seconde. Overtime. Overtime. Gaat dit goal weer rollen? Oké, Mortis. Mortis, schiet hem erin. Mortis. Oh, ik zou helemaal gek worden als een Mortis zo tegen mij zou scoren. Oké, Yannick Power. Yannick Power, come on. Jij kan dit. Ik weet niet waarom, maar ik ben standaard voor de mensen die blauw zijn. Omdat... Gaat het dan vanuit dat jij er bent? Oké, hier hebben we een Boel. Boel, schiet even die Shelly. Wow, die Boel die heeft die Shelly even keihard kapot gemaakt. Of is het een El Primo? Volgens mij is dit een Boel. Ja, we gaan het nu zien. Ik heb geen idee. Ja, dit is een Boel. En die Boel die pakt even iedereen keihard aan. Kijk uit, kijk uit. Je hebt 80 HP. Inderdaad, wegrennen voor je leven. Iedereen blijft maar achter hem aan zitten. Hij kan eindelijk even healen. Oké, kijk uit. Oh, die wordt gesnipt. Wow, oké. Ja. Bij deze. Ik heb verloren. Letterlijk iemand die respawnt en dan immuun is en dan jou kilt. Dat is zo naar. Dus ik denk dat ik bij deze heb verloren. Mijn 3 levens zijn op. Laat het weten in de comments of jij nog 3 levens over hebt. Of hoeveel levens jij op dit moment nog over hebt. Ik weet niet wat daar gebeurde. Je team is eerste. Lekker. Oké. Come on. Scoren. Nee, niet spelen. Scoren. Oh my god. Ah, nee. Die bal eindigt op de lijn. Dan voel je je toch even genaaid, joh. Oké, doet even de special op Rico. Kijk uit, je bent heel weak. Je moet even wegrennen. Kijk uit, daar komt de Shelly aan. En die killt de Shelly ook nog even. Oké, nu, hij is best wel sterk. En dan gooit hij daar ook zijn special nog. Oh my god, deze 3 kills, 4 kills. Deze plays zijn zo bizar. Alleen jammer dat we dan niet gaan zien dat hij ook nog eens even een potje uitspeelt. Dat zou helemaal geweldig zijn. Come on, kill die Crow. Kill die Crow. Oh nee. Nee, die Crow springt gewoon weg, waardoor die Crow niet dood is. Het is zo naar. En die Crow heeft het gewoon gewonnen met 200 HP. Oké, ik zou echt helemaal gek worden. Kom aan, Bibi. Ja. Oh, El Primo. Even springen. El Primo. Oké, ik weet niet wat daar gebeurde, maar El Primo was een beetje te laat. Wat? Die Bibi killt iedereen en die scoort hem dan op zo'n mooie manier. Dat is echt bizar. Dat is heel netjes gedaan. Oké, wat hebben we hier? We hebben een Crow. Oh, nee. Nee, hij kan natuurlijk healen. Oh, Crow doet heel weinig damage. Oh, dat was zo slim gedaan. Wat? Oké, ik weet niet wat daar gebeurde. Dat was heel bizar. Dat was waarschijnlijk gewoon een glitch. Oké, come on, Bibi. Bibi, jij kan dit winnen. Oh, en dan schiet hij die kogelbal. Oh my god. Die boel die wordt... Oh, die boel wordt toch keihard afgepakt. Nee, die kauwgebal gaat gewoon door. En dan killt hij een... En dan killt hij een andere Bibi. Wauw, maar dan heb je gewoon echt heel erg geluk. Dit is niet te proberen niet boos te worden. Dit is gewoon reageren op Lucky Fortnite. Of Brawl Stars momentum. Au. Oh. Kijk uit, Mortis. Oh nee, kijk uit, daar komt een bom. Daar... Die bom, die killt gewoon iedereen die er staat. Oh mijn god, dat is echt heel erg ziek. Come on, come on, we hebben daar nog een boel. Boel, kill die persoon. Doe het. Jij kan dit. Jij kan dit. Kill die... Oh nee, 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 niet in de storm. Oh, oh, hij rent precies zo'n meteoriet in. Dat is zo dom. Oh, en dan vervolgens gaat die boel, gaat hij ook nog dood. Oh, die Shelly. Die Shelly, die heeft dit vies uitgespeeld. Echt, dikke props naar die Shelly. Kijk uit. Kijk uit. Oh nee, weer die irritante kauwgebal. Die stuit... Dat ding is zo random. Oh man, echt. Hoeveel geluk kan je hebben? Dit is echt niet normaal. Dan heb je echt keiharde geluk hoor. Kijk dan hoe klein deze cirkel is. Dat is toch niet normaal? Come on. Come on. Come on. Ze weten ineens van elkaar waar ze zitten. Ah. Iedereen is met elkaar aan het teamen. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En nu iedereen killen. Nu in... Wow! Wow! Iedereen is in één keer dood. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar dat was echt heel erg bizar. Als je hebt afgesproken om te teamen en dan gaat iemand het niet doen, zou ik inderdaad ook wel een beetje boos worden. Oh, kijk uit, Frank. Frank, Frank, doe je special. Ja, 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 Bibi. Wat? Wow! Hoe kan die Bibi die Frank nog killen terwijl... Ah, die Bibi was gewoon freezed. Oké, dat was heel raar. Dat was heel naar. Oké, Mortis. Mortis, schiet de man naar voren. Schiet de man naar voren en Best erachteraan. Jij gaat dit scoren. Oh... Oh my god, dan doe je zoveel damage op die Mortis. Krijg je hem gewoon niet dood. Het is een 1-tegen-1. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nee, nee. Zij heeft natuurlijk een special dat ze kan healen, maar die heeft ze niet. Oh. Oh my god. Wie gaat het winnen? Wie gaat het winnen? Wie gaat het winnen? Oh. Oh, ze heeft het echt nog maar net gewonnen. Dan heb je echt wel geluk hoor. Mortis. Oh my god. Oh my god, die Mortis rekt gewoon even iedereen. En die heeft gewoon 10 edelstenen. En die rent gewoon nu keihard weg. Dat is zo slim gedaan. Oh my god. Die zit gewoon kapot daar in die hoek met die robot. Oh, wow. Dus ze hebben 25 krachtkubussen. Ik heb nog nooit iemand gezien met zoveel krachtkubussen. Nee. Ga me niet zeggen. Ga me niet zeggen dat die met 9 het gaat winnen. Nee. Oh my god. 9 krachtkubussen tegen 25, 2 tegen 1 en dan verlies je ook nog. Dan ben je best wel slecht hoor. Ik zou dan ook wel helemaal gek worden, maar dan kan je eigenlijk meer eens aan jezelf verwijten. Maar ik heb sowieso al verloren, dus ik mag eigenlijk op dit moment wel een beetje boos worden. Oké, Mortis, Mortis, pak die Bibi. Mortis, pak de Bibi. Ja, ja, en Bibi is dood. Lekker gedaan hoor. Oké, wat gaat hier gebeuren? Is de show... Oh my god. Weer hetzelfde, letterlijk dat iemand spant, dat hij immuun is en dat hij daarna gewoon iedereen kan killen. Dat is zo naar. Wow, deze kwaliteit is heel slecht. Dit lijkt maar Brawl Stars uit 1990 of zo. Wat is hier nou weer? Dit lijkt wel een hele oude Pokémon game joh. Come on, ga je nog iemand killen? Oh nee, die wordt gewoon van twee kanten worden de bom opgegooid. Ja, oké, hier word ik oprecht boos van. Hier word ik oprecht boos van. Iedereen in het hele potje zit gewoon bommen te gooien. Daar kan je gewoon niks tegen doen. Dan voel je gewoon echt keihard genaaid. Ja, en Bibi gaat dood. Oh my god, ik zou helemaal gek worden als dat gebeurde. Oh, kijk uit. Kijk uit, kill die persoon. Wow! Wow, Shelly doet een special. En die boost alle drie de mensen gewoon naar achter. Waardoor hij dit wint. Dat is zo'n zieke play. Sommige mensen zijn zo slim in het spel, maar dat is niet normaal. Oh mijn god. Ja, de kauwgebal die hit weer random iemand hoor. Dat is echt niet normaal. Oké, jullie gaan dit scoren. Ja, Shelly, 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 schiet hem erin, schiet hem erin. Waarom schiet die Shelly hem erin? Ja, dat heb ik dus ook van hun teammates die dan expres hun eigen goal gaan maken. Dan word ik toch echt wel boos. Of die me expres niet erin willen schieten. Oh my god. Mortis, Mortis, Mortis. Hoe ga jij dit... Hoe krijgen we het voor elkaar om dit te winnen? Ik had al lang al dood geweest. Dat is niet normaal. Sushino Bergen, wat ga je doen? Gooi je special. Gooi je... Ja, ja, ja. Je special door de muur. En dan kan je ze allebei killen. En dan doet hij het nog een keer. En dan kan hij Carl killen. En hij doet nog een keer special. En hij heeft het potje gewonnen. Hij heeft gewoon iedereen kapot gemaakt. Het is echt bizar. Wow, zag je dat die skin voor Crow? Die is echt heel sick. Dat zou ik ook wel willen hebben. Oh my god. Kill die Jessie. Kill die Jessie. Wow, jij lekt echt super hard. Dat is echt niet normaal. Kom maar, jij kan dit. Nee, je zit in de hoek gedreven. Je zit in de hoek gedreven. Come on. Jij mag niet doodgaan. Ah, nee, je bent doodgegaan. Dit is zo naar. Oh my god. Het is een spike tegen een spike. Maar de ene spike is special. Wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Waarom zou je dit doen? Waarom zou je dit doen? Waarom zou je dit doen? Oh, en dan maakt hij hem af. Nee, dat is zo naar. Dat is echt niet normaal. Oké, come on. Come on, Bibi. Bibi, kill voor iedereen. Oh god, we hebben een Leon. Wat gaat die Leon nou doen? Gaat die... Oh, die Leon is dood. Bibi, 80 HP. Ga Bibi met 80 HP scoren. En Bibi scoort gewoon. Maar mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik heb zeker verloren. Ik ben gewoon... Ik ben heel vaak boos geworden. Laat even weten in de comments of jij boos bent geworden. En hoe vaak je boos bent geworden. En bij welke minuut in de video je af was. Geef me zeker niet volgen op Instagram. En wie weet, stuur ik aan de DM met random edelstenen die je dan kan winnen. En dan zeg ik, laat het weten.